Tien jaar geleden sloeg de financiële crisis toe. De ondergang van Lehman Brothers raakte het bedrijfsleven hard. Wereldwijd kwamen landen in een zware recessie. Wat doet zo'n schok met leiders in organisaties? Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen analyseerden het gedrag van meer dan 20.000 leiders in bijna 1.000 organisaties in 36 landen. Zij tonen aan dat de financiële crisis leidde tot een significante toename van directief gedrag. Leiders gingen strakker sturen, namen zelf meer beslissingen en oefenden meer controle uit. Dat gebeurde vooral in de industrie, maar juist niet in de financiële sector waar de crisis begon. In landen met een cultuur van veel hiërarchie nam directief leiderschap extra toe. Opvallend is dat het effect van de crisis tijdelijk was. De mate waarin leiders strakker sturen, was 1 tot 2 jaar na de crisis alweer terug op het oude niveau. Dit onderzoek van het expertisecentrum in The Lead laat zien hoe belangrijk de omgeving is voor het gedrag van leiders en daarmee voor het functioneren van organisaties. Meer informatie www.rug.nl.